Minister Krishna Mathura van Defensie zegt ze kent de situatie van het land, vandaar dat zij niet te veel kan vragen met betrekking tot de begroting. Er moeten wel dingen gebeuren in een samenleving met betrekking tot de veiligheid en de dienstenverlening vanuit het ministerie van Defensie. De minister snapt de druk die de regering al heeft met betrekking tot het uitbetalen van de salarissen en het betalen van de schulden. Ik besef dat we met z'n allen in een hele moeilijke tijdperk zijn beland. En een tijdperk waar we de economie moeten stabiliseren. Waar we onze inkomsten gaan moeten vergroten en de uitgaven moeten verminderen. En de enige manier is om dat te doen is als iedereen meewerkt. Dat we met z'n allen beseffen dat we een bijdrage hebben te leveren. Iedereen, van de president tot iedereen moet gaan beseffen en iedereen moet daar echt een bijdrage aan gaan leveren. En dat betekent dat we moeten gaan bezuinigen en zo efficiënt mogelijk het werk moeten doen. Wat mijn begroting betreft, ik zal niet zeggen het is minder als je kijkt naar de koersontwikkeling en kijkt naar dus hoeveel geld je over hebt op de begroting om je ministerie te onderhouden en dienstverlening te verrichten naar die samenleving toe, dan zie je dat het bedrag heel weinig is. Maar als je de totale begroting bekijkt van de hele overheid, dan zie je dat een grote hap van die begroting, zeker 40%, gaat naar schulden, aflossingen, rente. Ja, dus dat geld is weg. En dat legt een grote druk op onze deviezen, want die rente en aflossingen die gebeuren in vreemde valuta. Dus dat is 40% van die begroting. En je mag de begroting zien hoeveel geld ik dacht. Ik heb niet de cijfers van de laatste begroting, maar voor die nota van wijziging was het 17 miljard van 34 miljard ging naar financiën. En een groot deel daarvan voor rente en aflossingen. Daarnaast gaat een groot deel naar personeelskosten. Ik dacht nu op dit moment is het bijna 8 miljard gaat naar personeelskosten. Dus eigenlijk moeten we gaan oriënteren, heroriënteren. Wat is de rol van de overheid? De rol van de overheid is niet om een groot ambtenarenbestand in stand te houden. Maar de rol van de overheid is om collectieve goederen waar die burger niet zelf kan organiseren, te voorzien daarin. En dat zijn bijvoorbeeld infrastructuur. U betaalt belasting zodat u op een goede weg kan rijden. U betaalt belasting. Mensen betalen belasting zodat ze als ze ziek worden, dat ze medicijnen kunnen krijgen en naar het ziekenhuis kunnen gaan. Mensen betalen belasting omdat ze kunnen rekenen op een stukje veiligheid van de overheid. Dat ze veilig in hun huis zijn en veilig hun kinderen op straat kunnen sturen of zichzelf op straat kunnen. Dat zijn de collectieve goederen waar de staat moet zorgen. En jammerlijke is dat onze begroting niet nu, alle hele tijd, het was mooi in evenwicht. En het is in de afgelopen jaren helemaal uit evenwicht gehaald. Er zijn duizenden mensen in dienst genomen. En men heeft zoveel sociale verplichtingen. Een groot deel van de begroting is ook subsidies. Subsidies van EBS, brandstof, vervoer, PLO, NVB, naar de EBS, babyvoeding, ziekenhuizen, crèches, bejaardencentra. Ik kan zo blijven noemen hoeveel dingen gesubsidieerd worden. En dat kunnen we niet allemaal, basiszorg, we kunnen dat allemaal niet zelf betalen. Je moet dat geld ergens hebben. Pas als je verdient kan je al deze dingen betalen. Dus je moet als regering, en dat zeg ik persoonlijk, heel goed gaan kijken naar die begroting en grote prioriteit gaan geven aan collectieve goederen. Die overheid moet veel efficiënter gaan werken. Er moet een klein team zijn, ja, die echt goed presteert. En daar moeten we naartoe gaan. En dat is wat mijn begroting betreft. U gaat mij niet horen klagen over mijn begroting, omdat ik dit besef. En ik zeg voor mezelf dat ik binnen mijn ministerie veel efficiënter ga moeten werken en veel samen moet werken. En ik doe dat, ik probeer veel samen te werken. Maar ik heb in de afgelopen periode ook bijna 450 mensen laten uitstromen, omdat ik besef dat als ik dat niet ga doen, dat ik helemaal geen ruimte meer ga hebben om die samenleving dienstbaar te zijn. En nu heb ik bijvoorbeeld veiligheid. Dat is een hele belangrijke issue waar we bijdragen. Ik had afgelopen weekend 5 voertuigen ingezet om te surveilleren.
We zijn nu bezig na te denken hoe we die shift kunnen maken van nachtsurveillance naar dagsurveillance, omdat we zien dat berovingen nu bijna overdag plaatsvinden. Maar het is voor ons, bij Defensie, zijn we constant bezig. Hoe kunnen we met ons defensieapparaat die samenleving zo goed mogelijk dienstbaar zijn? Dat is de goal. En het heeft te maken met veiligheid, grenscontrole, ondersteuning naar ministeries als sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs, justitie en politie. Dat is...